De acties bij de brandweer zijn vandaag opgeheven, zegt voorzitter Wendel Oosterwolde van de Bond Personeel Brandweer Suriname in gesprek met de redactie. Oosterwolde merkt op dat het personeel goed nieuws heeft gekregen over de aankoop van hun uitrusting. De bond ging vorige week in actie omdat het gevaarlijk is om met de huidige attributen te werken. De uitrusting zou reeds lang vervangen moeten worden. Hiernaast zouden ook andere afspraken uit de CAO niet zijn nagekomen. Maar inmiddels, gisteren, kregen we dan de betalingsquitanties onder ogen. Waarbij dus de gelden zijn gestort voor de leveranciers. Ja. Vandaag hebben wij dan de leden geïnformeerd in de ALV. En er is dan besloten dan om de acties op te heffen. Oké, dus dat wil zeggen dat die PSU heel goed aankomt? Ja, dat klopt. En je begrijpt dat onze PSU niet in de winkel te verkrijgen is. Die zaken moeten nog vervaardigd worden. Dus het kan nog misschien 1 of 2 maandjes duren. Oosterwolde benadrukt dat het personeel nu weer volledig aan het werk is. Er moeten nog wat gesprekken komen met de minister van Justitie en Politie. In het geval van de verhoogde toelages geven wij dan de minister een voordeel van de twijfel om eind november uit te betalen. De vakbondsman stelt gemerkt te hebben dat de minister welwillend is om de eisen die de bond stelt te helpen realiseren.